We kunnen best deze kant langslopen. Fred Boot is een geboren en getogen Groninger en heeft de leiding over de succesvolste musical van dit moment. Soldaat van Oranje. Kortom, reden genoeg om hem op te zoeken en een kijkje achter de schermen te nemen. Ja! Ik ga niet naar Engeland. U moet naar Engeland om de monarchie te redden. Wat gebeurt er met ons? Landgenoot. Achtung! Ik wil vechten tegen die gore schommel. Op het oude militair vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland is een voormalige hangar verbouwd tot theater. Om ruimte te maken voor Soldaat van Oranje, de musical. Maar musical is eigenlijk een te klein woord om weer te geven wat er binnen allemaal gebeurt. Want er is geen theater in Nederland groot genoeg om ruimte te bieden aan dit spektakel. Als je mij zou zeggen van verzin is een musical, dan was Soldaat van Oranje wel het allerlaatste verhaal waarop ik mee gekomen was als musical. Ja, ik... Want ik zit bij musicals dan toch meer te denken aan sprookjes en verhalen die goed aflopen. Ja, dat snap ik heel goed. Bij musical denk je gauw aan sprookjes en aan fantasie, aan verhalen. Met Soldaat van Oranje hebben we natuurlijk eigenlijk een biografie-musical gemaakt. Maar hij gaat wel verder dan dat, want het is niet het verhaal van Erik Hazelhoff alleen. Maar het verhaal van Erik Hazelhoff, de Soldaat van Oranje, gebruiken we eigenlijk om een periode aan te duiden. En wat ik net ook uitlegde over vrienden die keuzes maken. Ik geloof namelijk heel erg dat ook een publiek heel erg behoefte heeft aan waarachtige verhalen. Aan verhalen die waar gebeurd zijn. En verhalen die een beetje vertellen waar je eigenlijk vandaan komt. En dus de Nederlandse historie is zo rijk aan prachtige, prachtige verhalen. Waar je heel trots ook op je land kan zijn van dat we dat allemaal geflikt hebben. Vanaf met name vanaf noem de Gouden Eeuw als voorbeeld. En hoe we als klein landje ondernemend waren altijd. En de strijdbaarheid en het bijna patriotistische gedrag, wat in Soldaat van Oranje natuurlijk heel belangrijk is. Dat is iets waar mensen zich toch mee kunnen en we zouden willen identificeren. Soldaat van Oranje is het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfsema, die in 1945 als adjudant van koningin Wilhelmina terugkeerde naar Nederland. Hij had er toen al een oorlogscarrière op zit als piloot bij de Royal Air Force, als geheim agent in Nederland. En het begon allemaal toen hij in 1941 als Leids student in verzet kwam tegen de Duitse bezetter. De meeste mensen slikten en slikten en slikten en slikten. En sommige mensen die na de tiende slik slikten ze niet meer en gingen ze het verzet. En sommigen na de eerste slik deed het niet meer. Nou, ik had niet veel slikken nodig om er echt geen zin in te hebben. Maar ja, er was natuurlijk verzet bestond niet. Dat was ook een compleet een idee, een chaos. Niemand wist hoe je verzetten moest en wat je doen moest. Bij mij kwam er op een gegeven moment een duidelijk iets wat ik niet wilde slikken. Dat was toen de Joodse studenten moesten registreren. Anders dan zouden ze de universiteit niet meer openen. Nou, ik weet niet, ik was nogal, ik zou zeggen, een trots leienaar. En ik zei, ja, Jezus, dat kan niet, dat kunnen we gewoon niet doen. Dus toen ben ik voor de eerste keer in verzet gegaan door dat pamflet te schrijven wat we 's nachts overal opgehangen hebben. Wat zo brutaal was dat het absoluut duidelijk was dat de Duitsers dat niet zouden slikken. Mensen die bij mij op school zaten, op het Augustinuscollege, daar kreeg ik op een gegeven moment een mail van die zeggen dat ik het toen al over had om een keer een toneelversie van Soldaat van Oranje te maken. Gewoon met ons groepje mensen die, met wie we toneel op school maakten.
Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Het zou best waar kunnen zijn. Het eerste moment dat ik echt op het idee kwam waar ik heel bewust van ben, was toen ik werkte voor Joop van de Ende Theaterproducties. En toen waren we voor de musical Cyrano in New York. En ik mocht mee als persvoorlichter. En heb daar toen een maand met name Nederlandse pers ontvangen. En alles verteld over Cyrano. En we waren natuurlijk allemaal super betrokken bij dat project. We wilden heel graag dat het lukte. En we kregen, je weet in New York al op de avond van de première hoe de recensies eruit zien. Dus voor het premièrefeest begint, weet je al of er aardig of niet aardig over je geschreven werd. En dat was in het geval van Cyrano niet zo heel aardig. En toen dacht ik, wat zou nou wel lukken wat uit ons land komt hier in Amerika? Bij die rare patriotistische Amerikanen. En toen dacht ik, Soldier of Orange, the musical. En het was gewoon zo'n flits door je hoofd. En dat kan dus best gebaseerd zijn op een eerder idee. En altijd nog wel gedacht, als ik ooit de kans heb om ook vanuit mijn eigen onderneming musical van Soldaat van Oranje te maken, dan ga ik dat wel proberen. De voorstelling heet musical, maar is eigenlijk onvergelijkbaar met alles wat er tot nu toe onder die noemer is gebracht. De show vindt plaats in een hangar, omdat alleen die plaats bood aan de enorme draaischijf waarop de toeschouwers zitten. Die draait rond en brengt de kijker van scène naar scène. Behalve dat het wel het eruit ziet als een normale theaterzaal, is hij dat niet. Want als je ongeveer 5-6 minuten in de voorstelling ziet, dan gaat deze zaal opeens draaien. En de zaal kan, hij kan 8 keer om zijn as. En hij brengt het publiek van scène naar scène. Dus in plaats van dat je voor je een changement afgebeeld ziet, is er steeds een transitie van de ene set naar de ander. En dat maakt het natuurlijk echt wel anders. En wat ik wilde was eigenlijk een soort brug slaan tussen musical, hè, wat voor een heel groot publiek gemaakt wordt, en toneel, waar heel veel geweldige talenten werken, wat helaas nooit gezien wordt door een heel groot musical publiek. Ik dacht, als we nou daar een brug toe slaan, dan boren we op die manier eigenlijk ook iets nieuws aan. Toch niet gebruikelijk bij een musical dat er ook nog een stukje educatie bij zit. Waarom doe je dit soort dingen? Nou, dat vond ik echt cruciaal. Want je kan wel heel nobel roepen dat het belangrijk is om het verhaal van Erik Hazelhoff door te vertellen, de geschiedenis levend te houden, om op die manier mensen bewust te maken van wat er allemaal gebeurd is. Dat is alleen maar PR-gelul als je daar niet ook echt iets aan toevoegt. Als je niet de verdieping eraan toevoegt voor de mensen die daar behoefte aan hebben na de voorstelling. Dus ik wilde heel graag een educatieproject eraan koppelen. Een van de belangrijkste liedjes uit de musical is Als wij niets doen, wie dan? En dat hebben we eigenlijk vertaald met deze tentoonstelling. En we hebben getrokken naar nu. Van wat zou jij doen in oorlogstijd? En we proberen het publiek, jongeren, ouderen, hiermee te confronteren met verhalen uit die periode. Mensen die iets ondernomen hebben. En wat zou jij doen als jij het in hun schoenen zou staan? Dus je kan luisteren naar verhalen van mensen. Je kan verhalen hier lezen. We hebben in samenwerking met het Verzetsmuseum Rotterdam allerlei objecten in bruikleen die we hier laten zien. En het is niet een hele grote expositie, maar het is wel een indringende. En in ieder geval eentje die je wat meer bewust maakt van dat het meer is dan zomaar een voorstelling die we hier maken. Als wij niets doen, wie dan? We zien toch dat dit niet kan. Het is nu aan jou en mij. Enige hoop zijn wij. Fred Boot komt uit een Groninger ondernemersgeslacht. Zijn grootvader begon ooit een handel in jute zakken en inmiddels is dat uitgegroeid tot het verpakkingsconcern NNZ. Die banden met het Groninger bedrijfsleven komen nog steeds goed van pas. De ontwerper van de publieke ruimtes is Edward Vervliet. En die had bedacht dat op deze bar
rood-wit-blauw moest staan. Dus hij had melkflessen met kleurstof daar staan. En dat zag ik en toen dacht ik, ja nee, eigenlijk moet het gewoon oranje zijn. En samen met mijn collega Lieke Lutgert, Oerassen, die bedachten we toen van eigenlijk moeten het die oranje limonadeflessen van Hooghout zijn. Dat is zo'n mooie kleur en het zijn prachtige flessen. En dan heb je echt een knaloranje bar. En toen bedacht ik hem opeens, hé, maar de commissaris van de zaak van mijn broer, die mijn opa ooit heeft opgericht, gevestigd in Groningen, die is ook commissaris bij Hooghout. Dus contactgegevens gevraagd en de volgende dag werden hier een paar pallets Hooghout Wilhelmus Oranje Witter afgeleverd. Er zijn nu inmiddels meer dan 500 voorstellingen geweest. Dit gaat nog wel een poosje door. Het komt niet naar Martini Plaza toe, denk ik. Nee, dat reizen dat zit er niet in met deze voorstelling. Wat wordt het volgende project? Daar kan ik op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Wel dat we in ontwikkeling zijn, heel voorzichtig. En dat het weer te maken zal hebben met Nederlandse historie. Dat is toch echt waar we onze verhalen in zoeken. En dat kan een literair werk zijn of gewoon een hoofdstuk uit een geschiedenisboek. Wat we zelf gaan dramatiseren. Maar daar hebben we een prachtig onderwerp gevonden volgens mij. En we moeten nog een paar dingen goed regelen. En dan hoop ik dat over een maand bekend te kunnen maken. Goed, we wachten af. Dankjewel.